Die is ook nog gewoon onder het hoekje weggestopt. Ja, en dat was hem weer, onze eerste submiddag. En het is zeker niet de laatste, want wat ik wel kan zeggen is, er is hier heel veel gezelligheid geweest. Er zijn heel veel leuke mensen hier toegekomen. Niet alle subs trouwens, en dat is even een... Volgende keer zijn jullie er gewoon bij. En ik weet niet of we dat op de redactie gaan doen, want hopelijk is de volgende keer wanneer we... 100 subs hebben, of 75 subs, of misschien wel 50 subs. Ik heb het net al even in de chat gezegd. We gaan een speciale sub-beloningstree gaan we binnenkort publiceren. Waarin je precies kunt zien wat er gebeurt als we een bepaald aantal subs halen. En dat zullen speciale streams zijn, dat zullen misschien wel feestjes zijn, zoals dit. Want ik bedoel, we houden van jullie en ik hoop dat jullie ook van ons blijven houden. Wat gebeurt hier achter allemaal? Voormalig wordt hier met Wii U's gegooid. Zo hard gaan we hier los. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, volg ons dan. Want dan kun je al onze streams blijven volgen. Je hoeft niet meteen te subben. Maar mocht je het leuk vinden, dan mag het natuurlijk altijd. Vanaf hier, vanaf de redactie, wil ik nog even heel kort iedereen langsgaan van... wat vond jij ervan? Ja, leuk. En dat was Lazy Fat Guy die dat zei. Eerlijk antwoord? Ja, leuk. En dat was Sterren. Hoe heet je eigenlijk als Twitch-ding? Gewoon Sterren, toch? Sterrenstof. Sterrenstof. En deze jongen kwam er net op het laatste moment bij. Ik ben Richard. En Richard, wat was je ook weer Twitch-naam? Rood-wit-blauw 300. Rood-wit-blauw 300. En wat vond je ervan? Ah, chill. Ja. Voor herhaling vatbaar? Ja hoor. Ja, te gek. En Powerpads, je bent populair. Ja, ik ben ook bejubeld in de stream. Oké, nou misschien binnenkort een exclusieve Powerpads-stream? Nee? Zo ver niet gaan. Oké. Okay. We hadden al een mooi slipje klaar liggen. En hier is CVL37. Misschien kun je het net niet zien, maar hij is er toch echt? Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het ook erg gezellig. Leuk om eens een keer aan de andere kant te kijken. Ja. En wat heb je allemaal voor games gespeeld of gewoon vooral geluld? Ik heb vooral geluld en met een beetje gefaald in Mario Kart. Ik ben eigenlijk heel slecht in videogames. En daarom kijk je streams. Ja. En hier heb je Piemel Pjauwer. Met zijn mooie baklap shirt. Ja. Want dat hadden we nog helemaal niet gezegd. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het super chill. Vorige keer ben ik er weer bij. Dat is een trucje, hè? Als je de microfoon vasthoudt, dan blijven ze wel praten en dan zeggen ze domme dingen vaak. En wat vond jij ervan? Wat was het ook? Dale Mox. Yes. Ja, super tof. Lekker een beetje rondhangen, een beetje chillen. Ik kan eigenlijk geen reet van Battlefield en het andere spel ook niet, maar dat maakt niet uit. Dit spel trouwens ook niet, maar dat is dat terzijde. Daarvoor hangen we de hele dag rond in de stream, zeg maar. Hè? Wil je meer horen? Nou ja, goed. Ik denk van ik ga wel lekker door. Zolang het maar ongemakkelijk blijft. En hier hebben we F de Bijl. Dat klopt. Wat vond je ervan? Ja, fucking gaaf. Ja. Volgende keer weer. Zeker. Ja. Binnenkort hoop ik. George, onze Oostblokker. Ja, meneer Cheers. Ik ben blij dat we je erbij hebben, want ik denk zeker dat het leuk is om jouw streams te kijken. Mm. Ik denk dat heel veel mensen in de chat ermee eens zijn. Hopelijk wel. Hè. We gaan binnenkort weer H1Z1 doen. Ja, we gaan ervoor. Ik heb wel gezien voor de kijkers die vorig jaar hadden gekeken, onze base is naar de kloten. Dus we moeten even nieuwe shit gaan verzamelen. Ja, nou. Oké. En dan de mensen hier vooraan. Heel geil mokkel. Het is misschien... Misschien had je een andere nick moeten kiezen, want dit is een beetje een deceptie voor iedereen. Een beetje misleidend, maar ja, ik vond hem wel heel mooi. Mooi klink ook. Ja. Okay. Volgende keer zorgen dat er een bikini setje voor je klaar ligt. En molken weer hem. Yo. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt super chill om hier een keer op de redactie te zijn sowieso. En ja, om jullie gewoon een keer in het echt te ontmoeten. Nou, dat is leuk. Sarah, wat vond jij ervan? Wat vond ik ervan? Ja, ik vond je hebt natuurlijk een ding. Ja, ik heb gewoon een ding. Maar ik vond het hartstikke gezellig. Battlefield een beetje mee gefaald. Maar ik heb wel lekker nog Mario Kart gespeeld en met iedereen gesproken. Dus ik vond het hartstikke leuk. Ja. En dan heb je Cabanas. Ja, was erg leuk. Hopelijk vaker. Nou, dat gaan we zeker doen. En Bas, bedankt voor het samenlullen van deze hele middag. Want zonder jou
hadden we al deze subs niet gehad. Dat is niet helemaal waar. Nee. Maar ik neem het graag aan. Hij neemt het graag aan. Bedankt voor het kijken. En ja, je weet wat te doen staat. Gewoon volgen of subben. En chatten. Doei! Subben.